Jonge kunstenaars uit Gdansk en Gent werken samen aan het project Meanwhile the City. Tijdens de Flanders Week stelden ze hun projecten voor. Meanwhile the City is a project between two organizations, Wajna Contemporary Art Center from Gdansk and Nucleo from Ghent. It's more or less a year and a half long process of meetings, exchanges, study visits, residencies of artists, meetings and conversations of curators. Also the artist had I think quite a difficult task, because most of the works that you can see in the project, they're reflecting their perception of Gdańsk. I've been here 3 months. I've researched the Hotel Hevelius. The hotel itself was a capitalistic island inside the communist system. The window is a border between two worlds. On the one hand, the journalists, and on the other hand, the workers, the shipyard workers. And I made my own in-between world. So I rented the room in the hotel during a week, and I made temporary images on the windows of the hotel. Mijn naam is Aileen Rens. Ik ben in residentie hier bij Wajna van begin februari tot eind april. En ik kom hier om een audiovisueel portret te maken. Wat mij vooral bijblijft, het zijn grappige anekdotes, maar iedereen heeft een hond in Gdansk. Ook muzikaal talent was te bewonderen op de tentoonstelling. De tentoonstelling vond plaats in een heel speciaal gebouw. We are also trying in this project to discover and to show to the audience those spaces that are not used every day for art projects. Actually, to the middle of the 20th century, it was of the part of the city called Newport. And here was the bath where people came and take their wash and meet and talk with other people. Kunstliefhebbers van alle leeftijden waren aanwezig. 82, 82. To jest dla nas wyjątkowa okazja, bo nie będziemy tak daleko, a bardzo jest dla nas interesująca ta sztuka z zupełnie innych rejonów świata. W zdarzeniach, a ta sztuka jest przepiękna, subtelna, misterna, no po prostu tak oddziaływuje pozytywnie na człowieka. Zowel Gent als Gdansk winnen veel met deze samenwerking. We hebben een goede band opgebouwd met Gdansk. Gent en Gdansk hebben alle twee wereldhavens. Maar het is ook belangrijk om verder te kijken dan enkel de economie van een stad. En vanuit cultuur zijn er verschillende mooie mogelijkheden om samen te werken. We hebben deze projecten die momenteel lopen. Maar we zijn ook volop afspraken aan te maken om in de toekomst ook samen te werken. Dus het ziet er eigenlijk wel goed uit. Ik vind het heel belangrijk dat wij aan Gentenaars, Gentse jonge kunstenaars, kansen kunnen geven om eigenlijk te groeien, om bijzondere ervaringen op te doen, om samen te werken ook met buitenlandse artiesten, hier Poolse artiesten. Ik hoop dat dit heel verrijkend is geweest voor hen, dat zij ook heel veel nieuwe inspiratie hebben opgedaan en dat zij heel mooie ervaring en herinnering overhouden aan hun verblijf hier in Gdansk. We know the culture of 17th century. If you go to the main buildings of Gdańsk, you can look at the walls and there are the paintings of Memling and other famous artists. For us, for young people from the city of Gdańsk, it is very important to see how does it look now. De Gentse Schepen van Cultuur blikt tevreden terug op het project. Ik vind het eigenlijk vooral heel bevrijdend en heel reflexief ook. Het doet je echt nadenken over een aantal dingen die je eigenlijk vanzelfsprekend vindt, maar die het misschien niet altijd zijn.